Hallo allemaal, welkom bij deel 4. Ja, mijn zus kwam op visite, dus ik had niet verwacht. Ik zou moeten zitten, kort repje op je en normaal. Waar waren wij mee bezig? Oh, die turret die er stond, ja. Oh, we moeten een code hebben. Fuck. We kunnen kijken of we een spiderbom naar beneden kunnen laten gaan. Nee, hij wordt nog steeds beveiligd. Ah, dat is zuur. Wacht dat je voorbij bent. En lopen. Gewoon lopen, dank. Nee. Kunnen we hier niet in? Is dat voor ongein? Oh, wacht. Waar ben ik? Daar ben ik. Nou, bij deze muur. Zo, S. Oh, hier. Dat is open gegaan. Nou, vind ik dat. Ah, if you want. Zeven, vier, twee. Oké. Dank u. En ik wil daar maar spelen om die dingen kapot te krijgen. Dat is helemaal niet nodig. Die wil gewoon doorlopen. Yo! Doei doei! Doei! Doei doei! Ja, dat had eigenlijk deel 3 moeten wezen. Maar ja, helaas. Maar nu zien we tenminste de boel exploderen. Kaboom! Boom! Maar even zijn er nog niet. Zo, ja. Hier zit ik niet van over. Nou, de Rebel Headquarters. I'm Colonel Ely, and this is my base. Listen, Captain, I'm going to level with you. I don't like this arrangement any more than my troops do. They may not look like much, but they run like freaking clockwork out in the field. And I won't stand for anything or anyone that compromises my team. Comprende? You'll be quartered down the hall from here. I doubt that it's anything like what you're used to, but the resistance makes do with whatever we can lay our hands on. Oh, met een klein beetje bevooroordeeld. We lost Philadelphia to the WEC last night, and the word is that the next push is going to be in our sector. Je zou met iedereen kunnen gaan zitten praten. De wijf is een bitch.
so much for the loving welcome, right, Captain? But they'll come around. They did for me. Or at least most of them did. I'm Derek Andrews, private in the Resistance. Lately of the WEC's Revenue Assessment Division. For obvious reasons, most of the others call me, well, Taxman. And let me say, it's truly a pleasure meeting a soldier of your caliber here, sir. Welcome aboard. Another beach. Er is er ook eentje waar je spullen kan kopen. Ja, kom erop, zei ik het. I don't know who you are, but I know what you are. So I'm only going to say this once. You stay clear of me. I don't want anything to do with consortium scum like you. Ah, en ik wil er altijd zo graag voor de noten schieten. Wie? Nou. You're in the wrong place if you've come in for a friendly little drink. You won't find one here. I'm Cordova. They call me Yo-Yo. You can't. All you need to know about me is that I don't care if you are in the Special Forces. You bleed, just like all the rest. I should know. I've killed enough of your kind to find out. Ja, er was er eentje waar je spullen bij kon. Oh, dat is hij door. Heb ik al die andere voor Jan Joker aangeklikt. Kom. Hello. Weasels, I mean. Selling weapons is my game. The finest of consortium plunder brought to you at low, no prices. Hey, I do it for free, but a man's got to pay his people, you know. Also, I got to take care of my little baby. Baby. This stuff isn't exactly easy to come by either, if you know what I mean. So tell me, Captain, what can I do for you today? Huh? Nou ja, hier kan je dus wapens kopen en munitie. Kost zero. Zo. Oké. 30.000 credits. En ammo, handen. Oh yeah, please. Dan kun je er maar één kopen aan. 10. Yes. Oké, ik zie het. So, have you made up your mind? Is this what you want? Denk het wel. Only the best for you, Captain. Remember, tell all your friends. Come see Weasel, your one-stop weapons shop. Is there anything else I can provide for you today, Captain? So, now. Haal op order. Maar die niet. Oh, wait. Is er nog nieuws? Minutes ago, resistance terrorists firebombed an allotment center in Sector A-17, which will leave thousands of innocent citizens without food or housing for weeks to come. Firefighters are currently on the scene, struggling to put out the blaze before it spreads to nearby corporate dormitories. There's been no word yet on the number of casualties in this latest atrocity, but officials speculate that the death toll could rise as high as several hundred before everyone has been accounted for. Ik heb trek in chocola. Witte chocola.
Daar is de Engelse chocola bij de kijk. Je moet met iedereen praten. Hey, hallo, doe even normaal. Kom op. Oké. Maar dan wil ik toch weten waarom ik niet kan teleporteren. What? Dat is allemaal afgesloten. Oh, we moeten eerst met hem praten. Resistance over in sector H-37 got destroyed by a full battalion of WEC troopers and mechs. Word has it all the survivors from this morning's raid are being held for interrogation and experimentation. Ach, warum is it niet? Andrews is next up for insertion reconnaissance. He knows the drill. The rest of the job falls to you, Captain. Once Andrews confirms your insertion coordinates, you are to locate and free the prisoners from H-37. After you've freed the prisoners, Corporal Reeves will contact you with your extraction coordinates. Consult the data link if you have any further questions during the mission. We're counting on you, Captain. Good luck. En waarom ik de derde voor die thermokoppel niet kon plaatsen, was omdat het alarm geactiveerd is. Dat moet ik het uitzetten, dan lukte het dus wel. Nu wel. Nou ja. You have no email messages at this time. Have a nice day. Wat wil je zien? Nou, kom op. Waar kom ik aan? Daar kom ik aan. Code red. The alarm has been deactivated. Stand down and hold it.
Oh, we've got a fever. All workers must display their badges at all times. Failure to comply will result in immediate termination. Ha! Lekker! Kom je op een maandagmorgen dit weekend achter de rug op je werk? Oh, ik ben mijn badge vergeten. Oh, ik heb er nog geen kantoor leggen. Ik loop wel even heen. Hoi, je hebt er geen een. Fijne werkgever. Ja, dat is hetzelfde. Oké. Okay. En deze laten ook allemaal hetzelfde zien, neem ik aan. Oh. Oh. 15 alleen, zou dat de code zijn of 1330? Weet je, we hebben lastig met voetpinnen. Ik denk 1330, want 15 alleen, maar voor de zekerheid. 1501 en 1330. En dat is de reden dus dat ik altijd die displays naloop. Want je kan af en toe informatie krijgen. Ach, omdat ik het toch zo leuk vind. Nog eentje. Oh, maar dat is voorspoed. Gaat niet. Dit gaat niet. Dit gaat niet. Maar dit gaat wel. Nog meer computers. Activities, failure to submit these reports may result in immediate termination. Oh, de godsamme! wie schiet er op mij? Oh ja. Jij kan niet op hem schieten, maar ik kan wel op jou schieten. Ja, ik zoek de computer die dingen staan liggen hoog. Forcefield. Oh, dat is hier niet eens. Ja. Ik heb worst. Voor de rest is hier niks. Nee. Dan is het die computer. Ah, oh, dat is. Dat zijn voor die klote dingen. Die bolletjes. En we doen maar even. Ja, goed zo. Spider bombs. Hi.
nog eentje nodig. Die zit waarschijnlijk achter een force field. Hey. Niks het alarm activeren. Dat raakt hem niet. Nee. Dat raakt hem niet. Geef het alleen. Nog een code. Oh, gele kaart. Dank u. Zijn we niet bij die andere computer komen? Nee? Oké. 23. Hey, het gaat weer de hoogte in. Oh, moet ik even weg. En we care about you. De WC is just like family. Ja, als je je best vergeet, word je al doodgemaakt. Gefusilleerd. Voorstel. Nee, geen voorstel. Nee. Kennen voor rode oogjes? Nee. Wat is dit? We hadden een gele kaart. Dat is de rode kaart. Dat zijn de bedden daar. Ja, hier, met mijn handen omhoog, alsjeblieft. Ja, oké. Ik wil het even checken, want de spiegels en lasers die ketsen af. En dat doet dit, oké. Laat me kisten. Laat je niet kisten. Ja, daar hebben we dus niks aan. Waarom is deze... Oh ja, we hebben de rode kaart gepakt. Dat is waar ook. Ha.
Dit is een laser dingetje, die is niet zo erg, maar die bommen, die is echt, die doet zoveel damage, man, dat is gewoon niet te geloven. Zullen we je cremeren? Niet in de weg staan. Surrender! Ja, die is gecremeerd. Ik ben eigenlijk als een wilde door deze gang gelopen. Niet opgelet of er een... Oh, daar zie ik een oog. Wat? Oh, nee. Dat wilde ik. Niks naar het alarm. Je kent wel eens wat ze zien en lopen ze meteen weg. Hey. Inactief, oké. Hey, die ploft niet. Nee, je kan het ook niet oppakken. Oké. Ja. Wat moeten we hier verder? Is dat een computer? Nee. Ah, oh, mijn kist is kapot. Ah. Oh. Ah, groene kaart. Ja, ik heb dit spel zo heel lang niet meer gespeeld. Het is... Ik denk al een jaar of twee, drie. En ineens had ik weer zin om het spel te spelen. Dus ik denk, dan doen we dat maar. Ik ga even een Nederlandse uploadje maken. Dat is een keer leuk. For the English people, you can try translation. Er ging iemand dood. Kijken of deze kaart zo kapot schiet. Nee. Ik heb je een plezier gedaan, je hebt geen bitch bij je. We gaan niet op mij schieten. Het is even te laat. Hij zag me al. We hebben toch al code gered, dus. Ah, nee. Stop right there. Okay. Je kan niet één voet neerzetten of je wordt aangevallen. Ja, ja, we gaan zo alarm gaan zetten. Als ik er eentje tegenkom.
kan ik er niet achter staan. Jammer. Jammer. Nee. Oh, weet je, op de Commodore 64 ook een spel. Dat heette Spy vs. Spy. Dat is een tweespeler game. De een was een witte spion en de ander was een zwarte spion. Dan moest je elkaar trappen. Heerlijk spel. Ja, ja. Oeh, er heb iemand op een mijn getrapt. Ah, het was geen mijn van mij, want ik gebruik die mijn niet, want ik vind het geen wonder. Of althans niet zo snel. Er zijn soms wel eens dingen dat je ze moet gebruiken. Maar over het algemeen, nee. Ziet me nog niet. Maar hij weet wel dat er iets is. Okay. Oh, nee. Ik wil... Oh, fuck me. Hipsters. Fuck you. I don't give a shit who you are. Ik denk dat dat het force field op heeft. Nee, oké. Even met de computer misschien. Oh, er is even loot misschien. Oh, eigenlijk niks. Nee, ook goed. Of dat nou zo behulpzaam was, weet ik wel. Ze kunnen ook schieten, gaat hij er niet doorheen natuurlijk. Nee, want het voorstel is echt goed. Maar dit moet hem opheffen. Nou joh, doet hij niet. That's just crazy. Oh hell yeah, please. Out of the way. Nee, een brug te ver. Yes. Ha. Yum yum. Ah, daar gaat ie. Hoeft niet. Nu wel. Ho.
vind het niet zo fijn dat die camera daar is. Die zit onder een voorschool, denk ik. Alright. Misschien dat het nu wel gaat. De laserbarrier is weg. Nou, maakt niet uit. Het is al gelukt. Ook niet daar. Oh ja. En dan een beetje zo. Kaboom. Laten we eerst even looten. Poef. Oh, we zijn nog in de tijd. Bedankt voor het kijken. Ik hoop je mijn volgende video te zien. Doei. Bedankt voor het kijken.